HEMA is weer terug in Hollandse handen. HEMA heeft een nieuwe eigenaar. We hebben wel weer zin voor te knokken, ook die franchise nemen. We zijn de 100% Hollands. HEMA is een ongelooflijk mooi merk. Een prachtig, iconisch bedrijf. En ik ben van plan om dat bedrijf weer in de vaart te volgen, op te sturen en op de plaats te zetten waar het thuis zit. Vandaag is een hele belangrijke en een hele heugelijke dag voor HEMA. Want vandaag maken we de voorgenomen overname bekend van HEMA door rasondernemer Marcel Boekhoorn. Met deze overname wil ik mijn vertrouwen uitspreken in directie, franchisenemers, maar eerst en vooral aan de 19.000 vrouwen en mannen van de HEMA die de ruggengraat van deze onderneming vormen. Zoals je alle weet was de afgelopen jaren veel discussie over de franchisers en de HEMA. We hebben de partijen weer bij elkaar gekregen en geholpen om de gerezen problemen voor eens en altijd op te lossen. Want er zijn legio kansen voor HEMA. Binnen en buiten Europa. En kunnen we eindelijk meedoen in de Champions League van de retail. En met Marcel Boekhoorn als nieuwe eigenaar kunnen we investeren. Investeren in onze thuismarkt. En we kunnen versneld investeren buiten Nederland. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, het Midden-Oosten. En ook het Verre Oosten ligt voor ons hiermee in het verschiet. Het merk HEMA is een van de allersterkste merken van het land. De potentie is enorm. Ik ga met mijn mensen de komende maanden alles in het werk zetten om directie en franchisenemers te steunen bij het verder laten groeien van het mooie bedrijf.